Love hurts. Stond 734 in de top 2000 dit jaar. Dat heb ik gisteren nagezocht, want ik moest aan dat nummer denken. En in dit geval hurts de liefde niet. Ja, ook wel, maar dan op een andere manier, hè? meer in de portemonnee. Weet je, het is erg als degene van wie je houdt hè, zo diep zit. Dat doet je wat natuurlijk. Maar dit weer. Trudy en ik kennen elkaar nu bijna drie jaar. En we hebben een latrelatie. Dat is altijd zo geweest en dat is helemaal prima. Want we hebben gewoon allebei behoefte aan een eigen stek, weet je wel. Gewoon je eigen bedoelingje. En we zijn regelmatig bij elkaar, de weekenden vaak, soms een keer door de week. Maar toen het heel slecht met Trudy ging, hè? toen ze ook suïcidaal was, ben ik vaker bij haar geweest. Ja, je maakt je zorgen. Hè? En als ik er dan was, dan kalmeerde ze een beetje meestal. En in het begin ging het nog wel, maar toen Trudy echt... Alles zwart zag hij toen, ja, toen durfde ik haar helemaal niet meer alleen te laten. Ja, Dat doe je toch niet? Toen was ik gewoon de hele tijd bij haar. Een, nou, een maand of drie, denk ik. Of ja, een week of, of, of zes in ieder geval. En toen Trudy weer zag dat de lucht ook blauw kon zijn. Hè. En toen ze zelf haar medicijnen nam. En boodschappen deed. Kookte. Toen, toen bleef ik weer wat meer thuis. En daar was ik eigenlijk ook wel heel erg aan toe. Hè. Want dat is katsvermoeiend. Maar ja, dan krijg je dus een brief. He, van de gemeente. Patsboem. Als een donderslag bij heldere hemel. Wij, Trudy en ik, zouden hebben samengewoond. Fraude. Nou, en Trudy heeft een bijstandsuitkering, weet je wel. En die werd teruggevorderd en zij kreeg een boete. Maar bij Trudy, een kale kip, daar kun je niks van plukken. Dus daar konden ze niks halen. Beslagvrije voet heet dat. En toen kwamen ze bij mij, haar samenwonende partner. En hoe ze dat wisten. Ja, ik weet niet, een anonieme tip als je het mij vraagt of een kliklijn. Nee, natuurlijk heb ik niks betaald. Zij is nog helemaal gek geworden. Wij wonen toch helemaal niet samen. Ik heb voor Trudy gezorgd omdat ik van haar hou. En sinds wanneer mag dat niet meer? Nou, ja, En dan ga je dus die hele molen in. Hè? Bezwaar, beroep, hoger beroep, nog hoger de beroep. En inmiddels hè, is die vordering opgelopen tot 38.000 euro. Ja, love hurts. Je zou toch bijna bang zijn om voor iemand te zorgen waarvan je houdt? Dat is toch helemaal gek, of niet? Zijn ze nou helemaal gek geworden daar bij de gemeente?